Connor Larenberg, we staan hier in jouw vertrouwde Bosel. Welkom terug, zouden we zeggen. Hoe voelt het om terug te zijn? Dank u. Het voelt heel goed om terug te zijn. Ik heb het al gezegd, het is een beetje als terug thuiskomen hier. Het is nog altijd een vertrouwd gebied voor mij. En dat doet altijd deugd. Ja, je hebt hier 4 jaar in de jeugdopleiding gezeten. Dus je bent hier een beetje kind aan huis. Hoe was dat eigenlijk in de jeugd? Ja, het was wel aangenaam in de jeugdvoetballen. Vooral met de spelers die nu bij het eerste zitten, zoals Lee, Seppe, Kiel. Die ken ik nog steeds vandaar. Dus altijd heel aangenaam om na een ander avontuur die terug te zien. Maar het zal voor de supporters toch een aanpassing zijn om je weer in de armen te sluiten. Wat heb je te zeggen tegen de supporters die aan je capaciteiten twijfelen? Ja, het enige dat ik kan zeggen is dat ik met mijn voeten ga antwoorden en niet met woorden die ik in de pers zeg. Ik had 1,5 jaar geleden had ik de ambitie om niet per se naar Beerschot te gaan, maar had ik de ambitie om in eerste klasse te voetballen. En dat is naar mijn mening toch redelijk gelukt. Maar dan moet je na 1,5 jaar moet je een beslissing nemen voor een stapje terug te nemen en voor meer speelminuten te nemen. En dat heb ik al gedaan voor hier te komen voetballen. Ja, en over die speelminuten gesproken, wat verwacht je eigenlijk? Je gaat hier nu 1,5 jaar spelen. Wat verwacht je op sportief vlak? Ja, ik denk dat dat een vraag is die je aan het trainen moet stellen. Het enige wat ik kan doen is me laten zien op trainingen en de coach proberen te overtuigen van mijn kwaliteiten. Wat voor contact heb je hier juist gekregen? Ik heb een contract gekregen voor mijn 1,5 jaar te bewijzen. En ik hoop dat ik na dat 1,5 jaar dat ik mijn contract kan verlengen met 2 jaar.